wat een bijzondere stand. Het lijkt wel een beetje een creatieve broedplaats voor bedrijven. Ja, dat klopt. Synchroon is echt een ontwikkelaar van de stad. We maken stedelijke projecten en nou ja, als je in de stad ontwikkelt, dan is creativiteit en tijdelijke initiatieven, placemaking, hoe kan je een stuk stad een nieuwe mindset creëren, is heel belangrijk. Nou, daar is deze stand een beetje een uitdrukking van voor onze club. U bent terug van weg geweest op Provada. Waarom? Waarom bent u weer terug? Nou, we zijn destijds jarenlang op Provada geweest, omdat we na onze fusie onze naam Synchroon belangrijk wilden maken en in de markt wilden zetten. Toen zijn we tijdens de moeilijke jaren een tijdje weg geweest. We zijn hier nu weer terug, omdat ja, Provada is denk ik toch wel het podium waar de vastgoedmarkt elkaar ontmoet. U bent sinds 1 januari ook voorzitter van de NEPROM, de Vereniging van Projectontwikkelaars. Wat is het eerste wat we onder uw nieuwe bewind gaan meemaken? Nou, er zijn een paar dingen die eraan zitten komen. Hè. Niet onbelangrijk, over een jaar zijn ongeveer de verkiezingen. Dus iedereen loopt zich daar al warm voor. We proberen eigenlijk ook naar de wat langere termijn te kijken. We zien als NEPROM enorm veel verandering op ons afkomen. Verduurzaming, de trek naar de stad, de verandering in de mobiliteit. De winkelmarkt die niet onbelangrijk heel erg in beroering is. Dat noemen wij de nieuwe opgave en NEPROM zal volgende week haar visie op die nieuwe opgave naar buiten brengen. Omdat wij het belangrijk vinden om het gesprek wat we met elkaar hebben over die veranderingen, om daar ook een bijdrage aan te leveren. Kunt u nog een tipje van de sluier oplichten? Nou, het heet ruimte maken voor nieuw geluk. En wij vinden het als NEPROM belangrijk dat wat we doen begint in de stad. Het goede is dat steeds meer mensen ook belangstelling hebben voor de stad, om het te wonen, om het te werken, om het te leven. Nou, die steden versterken, dat is wel wat we centraal stellen in onze visie. En dat betekent ook wel dat je keuzes moet maken als het gaat om wat voor dingen je misschien niet meer moet doen. Zoals? Nou, bijvoorbeeld de winkelmarkt is kwetsbaar. We zien dat in de grote steden en in de sterke steden dat eigenlijk goed gaat met nieuwe formules, met branchevervaging, met ook horeca en dat soort functies. Maar in minder grote en wat perifere steden is het veel moeilijker. Dat betekent dat daar die transactie of die transformatie maken ingewikkeld is. Ja, dat betekent dat wij denken dat je bijvoorbeeld geen grootschalige outletcenters meer buiten het stedelijk gebied zou moeten realiseren.